Hallo. Kent u me nog? Weet je nog wel? Met de assistenten van dokter van de ploeg. Dag dames en heren, in dit televisiemonument aandacht voor de meest populaire comedyserie ooit uitgezonden op de Vaderlandse televisie. 13 jaar lang was het eigenlijk het middelpunt van de programmering op Nederland 1. Mensen keken er naar uit als het kwam. En als het werd uitgezonden, was het stil op straat. Zeg eens A was de eerste succesvolle met publiek opgenomen comedy van Nederlands fabricaat. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met... Zeg eens A ontstond letterlijk bij een snelheid van 80 km per uur op een snelweg tussen Rotterdam en Den Haag, de A13. Het begon dus al met een A. Twee bevriende echtparen rijden naast elkaar in de auto en via gebaren wordt besloten om nog een borrel bij elkaar te gaan drinken. En op dat nachtelijk uur werd Zeg eens A geboren. Die werkte bij het Publiekstheater. We hadden een prachtige première van Moeder Courage van Brecht. En daar speelde in de hoofdrol Annette Nieuwenhuis. De grote Annette Nieuwenhuis. Annette, ja. En we waren bij de afrit Rotterdam-Voorburg. En plotseling toeterde Kik Stokhuizen, daar was ze mee getrouwd. En ze, Annette, glaasje drinken, want ze woonde in Voorburg op de Marialaan. Ja. En wij... Achter ze aan, ging een heerlijk glaasje wijn drinken. En toen zei hij, Annette Nieuwenhuizen, weet je wat je moet doen? Je moet een serie maken over een vrouwelijke huisarts. Want daar zijn zo vreselijk veel verhalen van. Mijn vader was huisarts. En ik heb zoveel leuke verhalen. En zoveel anekdotes. Dat lijkt me zo geweldig om dat te kunnen doen. En toen zei ze, dat gaan we proberen. Ik ben toen samen met Bram gaan zitten. Ze is een god Bram. Welke Bram? Alexander Polak. Die heet Bram Polak, heette die. En ben samen, ik noem hem altijd natuurlijk Bram. Zijn we samen gaan zitten. En toen zei Bram, dat lijkt me een heel leuk idee. Joop Koopman, op dat moment onze chef amusement. En ook wel de beste die we hebben gehad van het hele rijtje. Die wou een comedy ontwikkelen. En die had twee ploegen daarop gezet. De ene zal ik anoniem laten, want die hebben het niet gehaald. En de andere, dat waren Alexander Pola en Giem van Houweningen, die hij bij elkaar had gebracht. En toen mocht ik kiezen, nadat ze allebei een soort pilotaflevering hadden geschreven, welke ik mocht doorzetten. En toen heb ik voor hun gekozen. Huh? En vanaf dat moment hebben we samengewerkt. Ah, neem me alsjeblieft niet kwalijk. Mevrouw Dobbelsteen. We hebben ons finaal verslagen. Wat is er nou gebeurd? Ik heb nog gebeld, ik kreeg geen gehoor. Ik maakte me echt een beetje zorgen. Ik was veel te laat bij de telefoon. Heeft Koos niet gebeld toen ik eraan kwam? Nee. Oh, als ik die druiler in mijn hand... Je gaat naar bed met een klein steentje in je neus en je wordt wakker met een bijljaars. Eerste repetitiedag, dat we voor het eerst bij elkaar kwamen. In de roeivereniging bij de Amstel, want daar roeide Nico Knapper. En in die kantine hebben we gewoon 13 jaar gerepeteerd. En dus ik over de Utrechtse brug naar beneden, daar naartoe, eng, best eng. En Sjoukje Hoijmaier moest ik ontzettend aan wennen. Die was een beetje, echt van actrice. Verdette? Nou, dat niet, maar een beetje streng. Ja. Later ben ik overigens uitermate goed met haar gegaan. Hoor. Ze heeft ook gewerkt bij ons productiebedrijf. Maar dat weet ik wel. Dat is echt een typetje. En Carrie is meteen een klik. Echt binnen een dag. En dat is gebleven. Ja.
We hadden daar repetitie aan de Amstel in een roeivereniging. Omdat Nico daar roeide, dan kon hij meteen daarna... kon hij in zijn skif. Maar nou ja, goed. Het was altijd een beetje smerig ook wel. Ja, er stonden dan oude sherryglaasjes, want men dronk sherry in die tijd. En dan zaten er van die kleine vliegjes op altijd. Ja. Maar goed, hoe dan ook. De deuren konden open en we konden dus lekker naar buiten lopen als we niks hoefden te doen. En ja, het was een nieuwe serie. En we hadden het gevoel, nou, 2 afleveringen of 2 jaren of zo, hè. Maar niet te denken dat het 13, 14 jaar doorging. Nooit gedacht. Dat denk je niet. Nee, dat denk je niet. Het is toch geen gezicht op zo'n oude karkas? Zeg, wacht jij eens even met je oude karkas. Moet je de knalpikaans? Ik bedoel, wat doen we 3 jaar jonger dan jij? Ja, maar ja. Wat heeft dat nou te maken met die oude rotfiets van Koos? Fiets van Koos? Zijn die zo stom te lachen, Annie? Ja, ik dacht dat je het over mijn minirok had. Dat je dat geen gezicht vond. Ook niet. Maar dat moet je helemaal voor je eigen weten. Daar bemoei ik me niet mee. Als je me niet te dicht bij mijn raam gaat zitten. Ik op een donderdagavond de Hilvertshof in. Ik denk, wat is het stil? Wat raar. Ja, de winkels zijn wel open. Hoe kan dat nou? Dus ik vraag aan de winkelier, wat is er aan de hand? Wat is het stil? Waarop die man mij aankeek en zei, maar mevrouw, u bent op de televisie. Oh jeetje, ik word oma. Ja, nou word ik echt oud. Ach, ben je gek, Lili. Je bent 42 en je ziet eruit als 41. Ach. Toen ik met Pien, dat was dan mijn vriendin in het verhaal, Monique Rozier, die kwam er later in. Ja. Een kind kregen, Pimmetje. Ja. Kreeg echt ook babysokjes opgestuurd en aanverwante artikelen. Een jongetje schreef me zelfs, herinner ik me nu, mag ik bij jou komen wonen, want jij bent liever dan mijn moeder. En dat had die moeder heel schattig opgestuurd. Ontzettend leuk. De rolbezetting van Zeg eens A was een zeer gelukkige. De serie was geloofwaardig door de unieke combinatie van uitstekende acteurs. Wat achteraf opvalt is dat naast de glansrollen van Sjaakje Hooijmeijer en Carrie Tepsen, met name John Leddy als Koos voor de serie van het allergrootste belang is geweest. Als herkenbare pechvogel veroorzaakte hij wellicht de meeste lachsalvo's. En was Koos de publiekslieveling. Mien in Zeg eens A was natuurlijk een vrij nerveuze dame die alles wilde regelen zoals zij het in de kop had. En door die nerveusiteit was de stem ook vrij hoog, hè? Ja. Dus dat was allemaal een beetje zo. Mijn nieuwe jassen, mijn nieuwe jassen. Het is mijn schuld, mevrouw Dobbelsteen. Hè? Ja, ik heb mijn t-shirt erbij gegooid. Oh. Ja, ik wist toch niet dat... Sorry. Sorry. Sorry! Mien Dobbelsteen, waar ze echt een personage van gemaakt heeft. Op een gegeven moment was zij bijna net zo populair als de koningin. Hè? Ja, zo ken ik het niet, hoor. Ja, strikken kan ik alleen horizontaal. Ja, ze hebben mij ook verstrikt. Nou, ik weet nog dat ik de opdracht kreeg om vrij nieuwsgierig te zijn. En het was niet zo'n grote rol. Nee? Nee, dat was veel kleiner dan het later geworden is. Gezellig vind ik het. Wat? Nou, dat ik nou ook eens een keertje voor dit soort dingen tijd heb. Nou, gaat Jan de visite schrijven. Ja, maar hij moet u niet te veel uit handen nemen, hoor. Nou, waarom niet? Nou, dan word ik overbodig. U overbodig, mevrouw Dobbelsteen, toch? Nooit. In de ontwikkeling van de serie ben jij in de eerste jaren duidelijk de hoofdrolspeler. Ja. Maar in een gegeven moment komt daar toch Mien Dobbelsteen die jou wat overvleugelt. Mag ik het zo zeggen? Ja, ik weet niet of het overvleugelen was. Het heeft sterk te maken met... Ik kom eigenlijk uit een traditie waarin het niet om één rol gaat, maar om het geheel. Jij kunt prachtig staan spelen, maar als er daarna een scène komt die nergens op lijkt, of je krijgt geen weerwerk, dan heeft het allemaal helemaal geen zin. En op een gegeven ogenblik merkte ik dus dat het publiek dat meer ging waarderen. En ik heb daar dus nooit een punt van gemaakt. Ik dacht alleen maar, het gaat om het geheel. Op deze manier werkt het.
En is het een groot succes waar ik een deel van mag uitmaken. Dus ik heb daar nooit mij rottig of ongelukkig onder gevoeld. Nooit. Mevrouw Dobbelsteen! Mevrouw Dobbelsteen! Het is er. Heeft u ergens dat blad gezien? Onze wereld? Want daar zit zo'n kaart in van de Novib en die moet ik invullen. Ik had het klaargelegd en ik weet niet waar ik... Daar zal. Ah, fijn. Dank u wel. Oh, ja, dat is waar. Ook dokter Landsberg belde net op. Die zei dat een collega uit Gambia vanavond mee komt eten. Oh, die vriend van Nancy die stage bij hem loopt. Hoe weet u dat nou? Dat heb ik mezelf verteld. Oh, ja, nou, die is het. Denkt u dat we genoeg spaghetti hebben? Ja, natuurlijk. Die mensen uit de derde wereld die zijn toch niks gewend. Die eten nu wel. Koos en Mien, die, ja, het is natuurlijk wel heel leuk om voor Carrie en John om daarvoor te schrijven. Dus dat werd zo langzamerhand wat groter. Het was afhankelijk dus niet de bedoeling dat die rol zo groot zou worden? Nee, eerst niet. En tenminste, ja, in het schrijven dan gaat dat toch wel een eigen leven leiden. En dat werd een grote rol. En ze werd ontstellend populair bij het grote publiek. Sjoukje ook wel, maar ja, die met de assistenten van dokter Van der Ploeg, dat was natuurlijk... gaaf. Daar zat de lach ook, hè? Hè? Daar zat de lach. Ja, altijd, ja. Ja, ja. Met assistenten van dokter Van der Ploeg. 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 Mag ik dokter Landsberg even? Die telefoon aannemen is eigenlijk best veel later gekomen. Het eerst was het gewoon, goedemiddag, dokter die en die. Maar opeens hadden ze geschreven met de assistenten van dokter Van der Ploeg. En dat zei ik gewoon. Maar op een of andere manier was dat zo leuk, zeker. Helemaal onbewust heb ik dat zo gedaan. En nog zeggen ze me... Het is toch vreselijk, hoe lang is dat niet geleden? Nu zeggen ze, zeg het nog een keer. Zeg op, hoor. Maar goed... Moet. Hoe klinkt het vandaag de dag? Ik wil gewoon dat ik het ja, zeg. Ja, tuurlijk. Met assistenten van dokter Van der Ploeg. Geluidsman is nu dood. Zit met zijn handen omhoog. Ja, maar de geluidsman van Zeggens A had altijd karriedempers op. Wat had hij op? Karriedempers in zijn oren. Ja, omdat ik af en toe wel eens een uitschieter kon maken. Dat nou ja. Laat er maar geintjes over. Nee. Ze zijn helemaal niet van blik. Het zijn blikvangers. Hoe? Dan kan jij toch echt niet meer wezen? Mijn moeder die is gestorven toen ik 3 was. En ik heb altijd huishoudsters gehad. Dus als ik over Mien Dobbelsteen het heb, dan weet ik waar ik over praat. En mijn allerliefste huishoudster, dat was de laatste, moet ik je zeggen. Dat was Anneke van der Steen. En dat is precies Mien Dobbelsteen. Ja. Ja. Niet in fysiek, maar in de manier van doen. En wat voor karakter was Anneke van der Steen? Een schat van een mens die alles regelde en deed enzovoort. En echt dat huishouden van 2 heren, mijn vader en mij... want ik was toen al een jaar of 17, 18... op haar schouders heeft genomen. En ook zo bedisselend. En dat doe je nu niet en dat doe je nu wel enzovoort. En ga nu maar... En later realiseerde ik me dat ik toch wel in mijn onderbewustzijn... dat daar toch wel veel naar boven kwam van Anneke. Van vanmiddag aangekomen. Oh, en dan heb ik nog niet eens mijn chocoladecake gebakken. Oh, maar dat geeft niks hoor, mevrouw Dobbelsteen. Oh. Als u nu maar meteen naar de keuken gaat om die cake te bakken, ja? Oh. Zet toch die jonneveisje voor mijn duim. Oh, wat schrik ik daar nou van, hè? Mevrouw Dobbelsteen, er komt nog een kleine verrassing bij. Ga er maar even bij zitten. Kom. Nou, zeg jij het of zeg ik het? Nee, ik moet het toch zeggen. Nou, kom vooruit. Nou, Wiep heeft mij zojuist ten huwelijk gevraagd. En ik heb ja gezegd. Het is leuk om te weten waarom zij mevrouw Dobbelsteen werd genoemd. En dat had te maken met mijn eigen jeugd. Ik kom uit een doktersgezin. En in die tijd had je een dienstmeisje en een kinderjuffrouw en ook een werkster. En onze werkster die heette juffrouw Sloven.
En juffrouw, dat was normaal, want in die tijd voor de oorlog waren arbeidersvrouwen, die werden gewoon juffrouw genoemd. Maar mijn moeder had gezegd, jullie moeten altijd zeggen, juffrouw Sloven en u. Want dat is respect en dat moet zo blijven. En dat deden wij dus. Dus toen wij met deze serie begonnen en Mien Dobbelsteen die rol kreeg, toen zei ik van, in dit gezin noemt iedereen haar mevrouw Dobbelsteen en u. Want dat is het respect wat wij tonen naar haar en naar haar functie. En dat vond iedereen ook heel normaal. Terwijl als Koos binnenkwam, haar man, dan was het Koos en jij. En dat maakte allemaal, maar mevrouw Dobbelsteen bleef mevrouw Dobbelsteen. Nou, helemaal geen vaaltje aan de lucht. Weet je wat? Ik ga even de koffie uitserveren, anders wordt het koud. En legt u even geld neer, dan kan ik boodschappen doen. Oh, mevrouw Dobbelsteen. Is een juweel. Mag het juweel er eventjes door? Zeg eens haar. Was een van de langslopende en meest populaire Nederlandse sitcoms, zoals dat in ons vakjargon heet. Het betekent eigenlijk situatiecomedy. In Zeg eens A was de situatie een vrouwelijke huisarts en haar gezin dat functioneerde dankzij de ruimhartige steun van huishoudster mevrouw Mien Dobbelsteen en haar onvervangbare man Koos. Een arena voor een heerlijke opstapeling van olijke misverstanden en hele goede grappen. De kern van die serie is geweest het liefdevol omgaan van verschillende bevolkingsgroepen met elkaar. Ook weer een kwestie van respect. Je bent verschillend, de dokter, het doktersgezin is verschillend van het gezin van Mien en Koos Dobbelsteen. John, wat denk jij? Zeg eens aan. Thuis blijven. Dat is onmogelijk. Waarom? Je kan zo toch niet opereren. Neem nou vrij en maak er een lekker dagje van vandaag. Maar ik heb vrij. Ik moet naar de golf. Ik moet om 9:30 afslaan. Oh. Ja. Nou, dokter, u hebt het ook flink te pakken, hè? Nou, hoor je het nou? De assistente zegt het ook al. Dit doet de deur dicht, hè? Ja, nou ja. Zeg eens, A was menselijk, was herkenbaar. Heel vaak werd tegen mij gezegd, oh, u bent precies mijn moeder, of u bent precies mijn tante of mijn buurvrouw. Het was herkenbaar, sowieso. Koos! Koos! Ja, ogenblikje! John, ja. John Leddy, ja, dat was mijn man en ik was een half jaar met hem getrouwd, zeg maar. En de opnamen, die waren dan in de studio met allemaal tribunes en dat was allemaal overdwars. Overal kamertjes, daar de kamer, daar de slaapkamer, daar de keuken, allemaal naast elkaar. En de mensen op de tribune konden dat dan volgen. En dan speelde zich hier in de kamer iets af. En dan moesten wij even wachten, John en ik. En dan gingen we alvast, als het een bedscène was... Hij in grote, dikke, donkerblauwe, trainingspakachtige pyjama. Ja. En ik in zo'n roze nachthemd, weet je wel. En dan van die krulletjes gezet. En dan gingen wij alvast maar even in het bed liggen. Want dat moesten we dan toch even later. En dan hadden we het over de vakantie. Of over zijn kinderen. Of over mijn kinderen. En wij gingen zo makkelijk met elkaar om. Dat we gewoon prettige gesprekken hadden. Maar dan opeens realiseerde je wel. Dat iemand op die tribune. Wat gebeurt daar? Die liggen met z'n tweeën in bed. Ja. En dat vonden wij zo gewoon. En we hadden een soort heel prettig huwelijk. Ben je bedonderd? Hey Koos, je gaat niet zitten kniezen hoor. Ben je normaal? Je hebt mij toch ook, hè? We zijn toch samen? Tja, 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 twee, drie, hé. Ze kunnen allemaal de boom in hoor. Nou dan. Tja, 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 twee, drie, tja, 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 twee, drie. Ik zeg altijd maar zo, je danst nergens zo lekker als op de rand van de vulkaan. Hé, hey, hier nou. Je had toch een nummer op je rug? Ik kon ontzettend goed met John opschieten. Het is een heel lieve man. Gevoelige man. Heel vriendelijk en prettig acteur. We hebben heerlijk gespeeld altijd met elkaar. En Sjouk is een hele goede actrice.
Ik heb later zo erbij nog wel, snabbeltjes met haar gedaan. Dan moesten we een klein scènetje ergens spelen. En dan wist je echt absoluut dat je van haar op aankon. Ze was een ijzersterk wijf. Ah, doktertje! Dag. Meneer, hoe is uw naam ook alweer? Beel, Piet Beel. Zeg maar Piet. Juist. Ik was een keertje zelf als patiënte in het ziekenhuis en zat dus tegenover een arts. En die man die ging ineens op een artsenmanier tegen een andere arts praten. Echt, ik dacht, hij denkt dat ik dokter ben. Verdomd, hij denkt dat ik echt een dokter ben. Dus ik zei op een gegeven moment, ja, sorry, maar wat je nou allemaal zegt, echt, ik ben geen arts hoor. Ik speel maar een rol. En die man zijn mond viel echt open. Hij zei, hoe is het in hemelsnaam mogelijk? Jij doet dat zo fantastisch dat ik... Nou ja, hoe kom ik erbij? Maar dan merk je dus dat zelfs zo'n professional daar intuint, bij wijze van spreken. Oh, ik begin u steeds mooier te vinden, doktertje. Gaat u zitten, meneer Beel. Ja. Ons kent ons. Ben jij daar zo eentje? Lekker tegenstribbelen? Zal ik me dan maar even uitkleden? Kun je meteen zien wat voor vlees je in de kuip hebt? Nee, meneer. U kleedt zich niet uit. U gaat weg. En wel onmiddellijk. U kunt maar beter een andere dokter nemen. En Manfred, ja, prettig mens. En die kon zo verschrikkelijk goed verhalen vertellen. Je wist helemaal niet of het allemaal wel waar was. Maar het was zo'n heerlijk verhaal, had hij altijd. Over wat dan ook. Zie je het voor je? Hè? Ik met een hoge hoed op en een jaket. En jij in het wit. En Gert-Jan en Pien, vergeet me niet je strooiend uit een mandje, hè? Wat gaan we doen? We moeten werken, anders komen we niet klaar op tijd. Ga eens uit alsjeblieft. Je ziet het altijd als we niet klaar komen. Zijn we ja, nou, klaar. In november zou je zien dat we te laat zijn. Oké, we beginnen bij de droom van Mien. Oh ja. In de eerste jaren werd de serie geschreven door Gien en Alexander Pola. Alexander, die eigenlijk Bram Polak heette, had de Joodse humor aan zijn kont, zoals dat heet. Pola had op televisie reeds furoren gemaakt bij het legendarische Force Majeure. Het was een vruchtbare samenwerking. Na het overlijden van Alexander Pola nam echtgenote Marina de rol van co-schrijver met succes over. Ze gebruikte veel ideeën uit hun eigen leven. En het schrijven van een comedy is letterlijk een dag- en een nachtwerk. Gien. Huh? Hey. Je moet de boot van Hans laten zinken op het IJsselmeer. Net zoals in Op Hoop van Zegen. En al die vrouwen om de tafel in de storm. Teuntje en Mien met een pas soep. En Lidi die zorg maakt. Liever mag dat morgen. Hè? Ja, maar laten we het nou even opschrijven. Morgen. Maar morgen ben ik het weer vergeten. Help ik het je wel onthouden. Op Hoop van Zegen. Wij hadden een werkster in Vlaardingen. Ja. En op een gegeven moment komt die 's morgens op zulke palen. Hakken. Van die stiletto's, zulke hakken. En die staat daar zo, die is weer bezig. En Marina zegt, goh, luister eens, Tini, is het niet makkelijker om wat plattere schoenen aan te doen? Nou, nee, zegt ze, ik moet vanavond Amerikaans-Latijns afdansen en dan loop ik mijn schoenen vast een beetje in. Nou, toen hebben we gedacht, Mien gaat... heeft Marine zei, laten we nou Mien Latijns-Amerikaans af laten dansen. En zo is dan boomdansen ontstaan. Nou, kom. Vooruit, voer de draad ermee. Wat is er? Ach, niks. Ik heb gewoon de pesting. Ik heb wel eens vaker de pesting. Ik ben al helemaal met Koos getrouwd, hè? Een typische of-offer. Wat voor offer? Een of-offer. Iemand die of een rok huurt of zijn vrouw een nieuwe schoenen laat kopen. Ja, maar waarom moet Koos een rok huren? Omdat hij er geen heeft. We doen zaterdag dan mee in het beginnersconcours op de club. Ja. Nou, dan moet hij een rokkostuum huren. En dat kost 150 gulden en daarom mag ik geen schoenen kopen. Of-offer. Oud die kringen. Zeg, wat voor maat schoenen heeft u?
Oh, nee. Dat heb ik al geprobeerd. Ik ken nu de uur niet aan. Als je het oppikt uit de werkelijkheid, is het ook iets wat je aanspreekt. Zijn dat de beste ideeën die je niet gekonkeld bedenkt, maar gewoon die uit je eigen ervaring komen? Die gebeuren. Ja. Mijn hulp komt binnen met die balroomschoentjes aan. Ja. En dan wil ze ook een beetje vooruitbetaald worden, want eigenlijk waren ze te duur geweest. En dan laat ik, Koos moet een smoking hebben. Ja. En die leent ze dan van de dokter, want dan hoeft ze die niet te huren, dan kan ze die schoentjes kopen. Ja. En op een gegeven moment moeten ze dan concours doen, een tango. Maar dat moet in rok en hij heeft geen rok. En dan mag hij de rok lenen van dokter Hans. En toen heb ik een filmpje gemaakt, op zo'n dansschool. En waren ze dan zo met zo'n nummer, weet je wel. Waren ze de tango aan het dansen en het ging ze ongeveer goed. Totdat ze in een enorme zwaai Koos uit de rok barst van dokter Hans. En die zijn dan in het publiek en die lachen zich helemaal rot. Totdat Lidi tegen hem zegt, ja maar Hans, het is wel jouw rok. Dan verandert zijn gezicht. Dat was een hele leuke, hilarische film. Het is goed, het is goed. Wat? Doordans. Hij zet zijn jas te schudden. Nou kom jij ten voeten uit op één en lig je te slapen. Ja? Goed. Oh. Eerst die hand, nu. Nee, ja. Zo'n kind, en nog in de bloei van zijn leven. Ja. Hallo. Oh, Koos in de bloei van zijn leven. Precies, ja. Regisseur Nico Knapper is, net als Gien, bepalend geweest voor het succes van de serie. Hij was veeleisend en charmant. Als regisseur bepaalde Nico het ritme en de stijl van de uitzending tot in de kleinste details. Knapper regisseerde met strakke hand en bewaakte zo ruim 200 afleveringen het succes en de kwaliteit van Zeg eens A. Nico kende ons heel erg goed en wist precies hoe hij het hebben wilde. Als je soms eens dacht dat je het anders moest doen, dan wist hij wel iets te zeggen waardoor je er vanaf zag. En ik weet dat hij ook wel tegen mij zei, doe het nou een beetje meer, doe nou een beetje meer. Dacht ik, ja, ik doe al zoveel, hè. Ik maak al zoveel herrie. En dan zei, nee, doe het dan maar. Doe het nou eerst maar eens even. Nou, dan deed ik het en dan was het wel succes. Hij wist precies wel waar die puntjes zaten die eruit moesten komen. Hij hield Bram en mij ook wel in toom. En ja. Hij had dus ook. Hij kon dus met de acteurs verschrikkelijk goed werken. Ik weet nog, bij ieder zijn deel begonnen we met Kees Brussen voor het spel en Nico voor de camera. En na 5 afleveringen zei Kees, nou, dat kan je zelf wel. En toen heeft Nico altijd onze comedies geregisseerd. Die heeft er ook zeker 600 geregisseerd van ons. Zo. Ja. Hoe was jullie samenwerking? Ja, we hebben 35 jaar met elkaar samengewerkt. Hoe moet dat dan zijn? Als broers? Ongeveer, ja. Met mijn broers heb je ook wel eens ruzie. Tuurlijk. Ja. Heb je wel eens ruzie met hem gehad? Nou, we hebben wel eens woorden gehad, ja. We hebben wel eens woorden gehad. Tuurlijk, dat is logisch. Maar het is altijd opgelost. Tuurlijk. En het hangt er ook een beetje vanaf hoe je je opstelt. Ik bedoel, als je je al te moeilijk opstelt, dan kun je ook geen 35 jaar met elkaar werken. Nee, het is tot en toe goed gegaan. Ik denk dat Nico ook iets gemaakt heeft wat uniek was in die tijd. En wat een enorm gevolg heeft gehad voor tv maken verder in Nederland. He, plotseling realiseerde iedereen zich, maar wij kunnen het best zelf.
He, alles werd gekocht uit het buitenland. Wat vaak heel leuk was, dan ging het niet om. Maar nee, we hadden geen scriptschrijvers en dat konden we niet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kwamen ze ook van allerlei studio's kijken wat we deden en hoe we het deden. Of op de vloer of boven in de regiekamer. Dus dat heeft een enorme golf teweeggebracht aan... dat gaan wij nu allemaal zelf ook doen. Dus geweldig. Ja, wat zullen we nou hebben? Waar is Koos? Laat ik jou al het zware werk doen. Nee hoor. Hij stond zo te schutteren met die betonzaag. Daar kom ik niet langer aan zien, joh. Oh, nou, dat is allemaal goed en wel, kind. Maar laat me je één goede raad geven. Uit mijn rijpe en veel te lange ervaring als een veel betere helft, mag ik wel zeggen. Ja. Weet ik dat als je Koos al het werk uit handen neemt wat jij beter doet, er voor hem niks anders overblijft dan het openen van een flesje pils en dan moet hij nog een beugelsluiting hebben over. Hé, hey, je komt mijn maat toch niet van de werk houden, hè? Nee. Ik kom alleen maar even zeggen dat als er patiënten komen voor de dokter, jij even moet zeggen dat de wachtkamer vandaag in de salon is, boven. Oh, Guido. Kun je dat onthouden? Ja, dat kan ik onthouden. Onthouding is mijn specialiteit, dat kan mijn maat hier getuigen. Ik wou dat ik zo'n maat had. Nico was behoorlijk streng. En een voorbeeld ervan is dat wij een buitenopname moesten maken. Dat moest zich afspelen in, zeg maar, juni, juli. Maar het was december of januari. En het was verschrikkelijk koud. En we zaten al op het weerbericht te kijken van, nou, dat wordt wat. Want we moesten roeien, John en ik, in een bootje op een meer. En toen was het ochtend en toen zag ik dat het gesneeuwd had. En toen belde ik hem op, toen zei ik, nou ja, goed, het gaat niet door, jammer hè. Toen zei hij, geen sprake van, we gaan gewoon, natuurlijk gaan we door. Al moet ik hem wak hakken. Dus ja, we gingen sminken en in hemelsnaam maar. En toen brak de zon door. En wij werden met van die warmertjes, die voor skiers in hun pak, werden wij dus helemaal warm gehouden. En dekens om je benen enzovoort. In een roeiboot, John en ik. Met twee grote witte broden erbij, omdat hij ging vissen. En we waren midden op het meer en Nico stond dan aan de rand, want daar stond de camera. En... John roeien. En er kwamen van die hele grote zwanen. En die hadden honger. En die zagen wij, dat wij die broden hadden. Dus die kwamen zo... kwamen ze boven de rand van die boot. En ik vond het zo verschrikkelijk. Kijk, ik heb meteen die broden eruit gegooid enzovoort. Maar dat is een voorbeeld van... Nico denkt gewoon, we gaan het doen. En ja, wat er dan ook gebeurt... Dan gebeurt het. En het waren prachtige opnamen. Want hij had het een beetje laag gedaan. En je zag dus zo'n randje van de sneeuw. Maar dat was een soort glinstering van de zon. En je had echt het gevoel dat het juni was. Nou, ja. Gien van Houweningen is zonder twijfel de belangrijkste comedyschrijver van Nederland. Gien schreef samen met anderen ruim 600 afleveringen van series als Ieder zijn deel, Oppassen, Cassata en Zeg eens A. Hij is voor de VARA, waar bijna al deze comedies werden uitgezonden, van het allergrootste belang geweest. En hij beheerst het métier als geen ander. En met genoegen haalt hij herinneringen aan het schrijven op. Waar ik trots op ben, dat is een lijntje. Ja. Dat Koos die had vreselijke pest in dat zijn fiets steeds werd gestolen. Dat is en nou verdom ik het verder. Hij ging naar een sloop en hij haalde twee wielen met nog knappe bandjes, een frame en een zadel. En hij knutselde zelf een fiets in elkaar. En hij van, nou jatten ze hem niet meer. Hey. Oh, ga eraf dik op de buren. Een pseudomieter je helemaal niet. Dit is mijn nieuwe diefstalbestendige fiets. Ja, dat geloof ik graag, hoor. Zo'n kring wil natuurlijk niemand meer hebben. Nee, precies. Dat is maar juist de bedoeling. Geniaal, toch? En hij fietst naar zijn klus toe.
naar mevrouw Trees van der Donk speelde dat toen. Fantastisch. En ging hij daar zo tegel zetten. En ineens zegt Trees: oh, meneer Dobbelsteen, ik geloof dat iemand aan uw fiets bezig is. En Coach die kijkt en die rent naar beneden. En er was een lorreboer die was bezig om die banden van die fiets te halen, die wielen. En die legde ze in de kar en hij rijdt weg. Koos? Koos? Ze halen de wielen van je nieuwe fiets. Koos, ze halen de wielen van je nieuwe fiets. Koos, kom dan toch. Wat, waar? Wat? De vader schoft. En Koos die rent er achteraan en zegt: hé, potverdomme, mijn wielen, geef terug, ben je nou... Hij zegt: ho, meneer, neem me niet kwalijk, ik zie daar een oude fiets staan. En ik denk, nou, knappe bandjes nog, hij stond niet op slot, die fiets, dus ik denk, nou ja, dan neem ik mee. Hij zegt: maar hier zijn je bandjes terug. En hij pakt die wielen en die bandjes, hij draait zich om en hij ziet nog net hoe twee vuilnismannen zijn frame op de auto gooien. Daar heb ik een heerlijke plot gevonden. Ga daar naartoe, hey, geef die wielen eventjes terug. Ben je normaal besoden, je geeft heel gauw die wielen terug. Of ik breng je zo bij de politie, begrijp je dat? Rustig, man. Ja, rustig. Ga een beetje met wielen. Als die wielen van jou zijn, dan krijg je ze toch terug. Ja, die zijn van mij. Links dat handje. Ja. Ik dacht dat het oud roest was, weet ik veel. Oud roest. Be my guest. En sorry. Sorry. In 1984 won Zeg eens A de belangrijkste publiekprijs, de Gouden Televisiering, voor het beste programma van dat jaar. Het programma was op haar hoogtepunt. Nog nooit had een comedy van Nederlands fabricaat zo'n succes behaald en zulke hoge kijkcijfers. Koos Postema reikte de ring uit. Het ringsteken, ook NCRV, kan wat mij betreft nu beginnen. Waar? Deze? Dat is een echte ring. Echt niet goed. Dames en heren. Ja, Le Gaim. Le Gaim. Op de volgende honden. Oh, hey, waar ken ik u van? Bent u niet die man van al die schandalen op de televisie? Wij hebben niks te verbergen, hoor. Nee, die schandalen zijn ze nog steeds aan het zoeken. Maar ik kom voor iets heel anders. Oh, wat dan? Ik kom jullie namens de vader feliciteren met deze 100ste aflevering van Zeg eens A. Mag ik mijn grappetjes even binnenhalen? Ja, haal ze erbij. Ja. Iets wat nu volstrekt ondenkbaar zou zijn, gebeurde bij de 100ste aflevering. Toenmalig VARA-voorzitter Marcel van Dam onderbrak de uitzending om de crew en het publiek te feliciteren met de serie. Zeg eens A stond voor het ideale sociaal betrokken VARA-amusement, waarmee de omroep zo'n belangrijke positie in het bestel zou opbouwen. Het verschil tussen onverschillig en verschillig. Ik bewonder enorm de schrijvers, de regisseur en de acteurs en actrices voor het feit dat ze erin zijn geslaagd nu al 100 keer dit programma op dit niveau op de Nederlandse televisie te brengen. Heel hartelijk bedankt. Ja. Heel bijzonder, jullie namen dat, vrijwel uniek in Nederland, denk ik, met levend publiek op. Jullie speelden het echt voor het publiek. Ja, dat was een formule die had ik overgenomen van de BBC. Ja. Eigenlijk, het is een tussenvorm tussen, zeg maar, live televisie en film. En waarom? Omdat het heel efficiënt is. Het is snel gemaakt, goedkoop. En daar zochten we natuurlijk allemaal naar. En je krijgt een hele spontane reactie van het publiek, mits je niet te verliefd raakt op je onderwerp en daar allemaal lachjes gaat bijvoegen in de montage.
En dat is het grote struikelblok van een heleboel van die series. Die gaan dan met opgenomen geluid, met ingeblikt gelach werken. En dat is vreselijk. En wij zijn daar altijd heel principieel in geweest. Heel ethisch. We hebben echt altijd het geluid gebruikt van het publiek wat er zat. Bij CSA zaten dus die mensen op de tribune op een rij. En het waren heel veel vaste klanten. Want we wisten al, oh, daar zit die weer en daar zit die weer. Ja, dat waren de fans, hè. Ja. En die hebben nog lang gehouden, hoor. Ook al was het lang afgelopen. Ja? Ja, ja, zeker wel. Maar, was dat publiek belangrijk voor jullie? Ja, natuurlijk was het wel belangrijk. Want we hoorden direct al de reactie. He, want je luistert, als je speelt, luister je in theater, luister je naar het publiek en dan weet je of een grap aankomt. De lach was altijd echt. Hè? Het was niet ingeblikt, maar altijd echt. En de laatste aflevering die we geschreven hebben, daar kreeg Mien een lintje. Dat was die werd dus gegeven door de burgemeester. En dat was Kees Kolen, de speelde de burgemeester. En die gaf haar de medaille van verdiensten of zo. Dat was prachtig. Van haar majesteit behaagd enzovoort. Nou, Mien met zo'n hoofd natuurlijk. En dingen. En dan was het feest en iedereen kreeg een glaasje. En toen zei Mien, die gebaarde naar de tribune. Kom erbij, kom erbij. En toen stroomde de hele tribune leeg de set op. En nou gaan wij feest vieren. Ja, laten we dat maar doen. Ja. Komen jullie er ook? Hebben jullie ze allemaal bij? Hier in het laatste shot van de allerlaatste Varen aflevering is heel goed te zien hoe de comedy in verschillende naast elkaar gelegen decorsets met een live publiek werd opgenomen. In 2009 maakt Zeg eens A haar entree bij de commerciële televisie RTL 4. Hoewel de eerste aflevering door ruim 2 miljoen oude fans werd bekeken, werd de nieuwe serie van 13 afleveringen geen succes. De glans was er vanaf en het publiek haakte af. Die 13 afleveringen die waren toen niet goed nog. Want het moet zich eerst weer voegen. Je moet eerst weer kijken, wat hebben we goed gedaan? Wat is toch minder goed gelukt? Er waren pas aan het eind van de reeks ging het weer aardig. We hadden toch altijd nog een 800.000 kijkers. Dus zo gek was het niet. Het moest opdracht van RTL. Jong, dynamisch, snel, pikant vooral ook. Ja, en toen kwamen de teksten. Want het waren natuurlijk het waren dezelfde schrijvers. Het was Giem en Marina. Die ook niet meer de jongste, kan ik zeggen. En die moesten opeens daar pikante dingen gaan schrijven. En die wilden best iedereen een plezier doen. Maar het was niet goed voor de serie. Als dan mijn moeder, die in plaats van John Lennie was gekomen om mij een tegenspeler te geven. Als die dan, ik voel me genaaid, moest ze zeggen. Nou, Kobe Tim vond het echt, moet ik dat nou zeggen? Ik vind het helemaal niet prettig. Nee, het was ook niet prettig. En zo waren er nog veel meer dingen die helemaal niet zo prettig waren. En dat is jammer. Want dan hadden we het beter kunnen laten voor wat het was. Hans Cornelissen, die vele jaren als zoon in de serie een belangrijke rol speelde, bedacht, inmiddels als gerenommeerd theaterproducent, dat Zeg eens A als toneelstuk terug moest komen. Dat leek een hachelijke onderneming, maar het werd tot twee keer toe een eclatant succes. Daarmee wederom bewijzend dat wanneer de serie wordt gedragen door haar beste elementen en vertrouwde hoofdrolspelers zijn nog steeds in de harten van zeer velen voortleeft. Ik weet nou echt niet meer wat ik moet doen. Waarom knijl ik als ik zeven? Hoe
het helemaal voor elkaar had met Gien en met de acteurs, wat best lastig was. Mm-hmm. Gien wilde er helemaal niet aan. Toen heb ik wel gedacht, wat heb ik nou gedaan? Want dat is misschien wel een heel slecht idee. Komt het stelletje weer, maar dat pakte echt krankzinnig goed uit. Er waren gewoon 300 uitverkochte voorstellingen met hele blije mensen. Wij hadden ook bij de eerste try-out, hè? Het was ook heel slim geschreven van Gien en Marina. Toen zijn we gaan denken met een draaitoneel verzonnen. Met je toch een beetje dat studiosfeertje te hebben, gek genoeg. En toch de mogelijkheid om al die locaties langs te laten komen. Wat natuurlijk niet kan in een vaste decorbouw. Nou, Han, het dak ging eraf. Echt, het dak ging eraf. Het was een eclatant succes, moet ik zeggen. Wat doet je dat? Ik moet je zeggen, Han, dat toen ik samen met Marina in de zaal zat te kijken naar dat toneelstuk, en dat je toen merkte dat na al die jaren de mensen het nog zo in hun hart gesloten hadden. Toen dacht ik, goh, we hebben wel iets neergezet in die tijd. Nou, Koos, jij dan maar als eerste, hè? Ja. Kijk eens even. Oh, heerlijk, zeg. Ja, alsjeblieft. Ja. Super niet, mensen! Oh, nee, dat kan goed. Alsjeblieft. Voor jou de tweede. Een beetje voorzichtig, hè? Kijk uit dat je niet hetzelfde doet. Alsjeblieft. Ik waarschuw je. Pas op als je leuke grappen gaat maken. Leuke grappen? Het doekje is gloeiend heet. Anders krijg ik hem er niet uit. Wie maakt er nou leuke grappen? Die vlek. Ul. Zo maak je het veel te nat, zo krijg ik het nooit meer droog. Laat mij dan maar begaan. Zo, ga zitten. Ga zitten. Ja, maar ik kan toch niet... Ga zitten. Oké. Nou, moet jij eens kijken hoe dat gaat. Wat doe je nou? Ja, maar je kan toch niet zo met je vuin hier krijgen. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet meer? Wat nou? Ik hou me terug. Je gaat op de steen. Hebben we nog suiker? Ja. Zo, Koos, probeer jij een droogkloot te worden. Wat heeft het je gebracht? Het heeft mij bekendheid bij het grote publiek gebracht. Want ik werkte al erg lang. Ik had al een carrière, min of meer achter de rug. En toen kwam er gewoon de televisiecarrière voor het grote publiek. En dat is een heel ander geval dan dat je bijvoorbeeld in het theater De Man van La Mancha hebt gespeeld. Want dat is een heel ander soort publiek. En zo heeft het wel gemaakt dat ik natuurlijk op allerlei vlakken wel bekend werd. Wat heeft het programma voor jou betekend? Ja, voor mij heel veel. Ik was op een gegeven moment... deed ik Zeg Eens Aan en ik deed ook Medisch Centrum West. Want ik was freelancer gegaan. En twee seizoenen lang stonden die twee programma's afwisselend op 1 en 2 in de kijkgedichtheid en kijkwaardering. En ja, op dat moment werd daar niet zoveel aandacht aan besteed. Maar eigenlijk was dat natuurlijk heel bijzonder dat er twee programma's van mij nummer 1 en 2 waren. In de gunst van de kijker. Wat heeft het jou gebracht, deze serie? Faam, geluk, een groot gevoel van tevredenheid, dat heb ik goed gedaan. En de mogelijkheid, wat ik je zei, om in het theater veel meer te doen dan waarschijnlijk zou zijn geweest als ik het niet had gehad. Dus, spekkoper. Toch wel een grote mate van vrijheid. Hè? Ja. Dat je zei van, nou ja, ik ga lekker schrijven. En ik moet je zeggen, het meeste wat het heeft betekend is dat ik daardoor door zoveel te doen een vak geleerd heb. Het schrijven. En je ging dus in die tijd zelf, had je het niet eens zo erg in de gaten. Ja, het ging goed en we waren blij met de goede kijkcijfers. Miljoenen en miljoenen. Miljoenen en miljoenen, ja. Alexander Pola zei nog, ja, we hebben geluk dat de EO aan de andere kant staat.
En hij kon dan ook zeggen van, ja, nu kijken zelfs de blinden met hun geleidehonden. Dat waren dus de grote wisecracks van Bram. Maar ik moet je zeggen, ja, we denken er nog veel aan, moet ik je zeggen. Het was echt een fantastische tijd. Thank you.